Kijkers, dit is Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Er wordt alle aandacht besteed aan de regeringspersconferentie waarbij uitgebreid wordt ingegaan op het beleid dat de afgelopen 10 maanden is gevoerd. Op maandag 24 mei heeft de regering tekst en uitleg gegeven aan de gemeenschap met betrekking tot het beleid dat de afgelopen periode is gevoerd. De regering heeft het beleid van de afgelopen 10 maanden geëvalueerd. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat er geen reden is om nu al tevreden te zijn. Er is nog veel werk te verzetten. De regering heeft alle aandacht om onder meer het armoedevraagstuk op te lossen. Ook doet de regering er alles aan om blacklisting van Suriname te voorkomen. U hoort president Santokhi. Dat armoedevraagstuk, daar hebben we als regering een traject ingezet. We hebben onze plannen klaar. Met name voor die koopkrachtversterking. Met name voor wat betreft de loonronde. Maar ook het armoedevraagstuk als gevolg van COVID. Daar zijn we als begonnen als regering om die steun te geven, die COVID-steun. Het kan meer worden. Het kan sneller. Het kan transparanter. Dat iedereen die steun krijgt. Maar als regering zijn we ready. En we gaan door met overleg voeren met de vakbonden. En hopelijk nog voor einde van deze maand dat we overeenstemming bereiken wat het pakket moet zijn. Maar ik kan u één ding wel zeggen als president. Juni gaan we wel die koopkrachtversterkende maatregelen treffen. En u gaat horen wat ze allemaal zullen zijn. Want we hebben de plicht om de Surinaamse samenleving te beschermen. We hebben die plicht om te zorgen dat personen die onder de armoedegrens zijn geraakt, die kwetsbare personen, hun die nodige ondersteuning te geven. Of het nou financieel gaat zijn, of het nou pakket gaat zijn, of door middel van storting. Middels het nieuwe systeem wat we introduceren, digitaliseren van geldovermakingen. Dat gaat gebeuren. Naar die werkende klasse gaan we maatregelen treffen. Naar de ambtenaren gaan we maatregelen treffen dat er koopkrachtversterking komt. Juni gaan we het doen. Mijn mensen, we zijn blij, we zijn trots dat we deze maatregelen kunnen aankondigen vandaag. En dat het volk uiteindelijk iets zal krijgen dat niet geleend zal zijn. Dat aan oude wan pantimonie. Oude wan money waar wij als volk offers hebben gebracht afgelopen 10 maanden. Voor harabere, tai harabere. En we gaan het teruggeven aan de samenleving. En we het goed doen. Want mis heb zij opzet hoor. Op het moment dat ik bekend ben, ging ik een loonronde. Zij opzet aan de winkel rekenen. Zij rekenen opzet aan de winkel. Zomaar de mobbing verhoogde prijs. Onverantwoordelijk en onmaatschappelijk. Dus we willen het goed voorbereiden. Maar dat gewoon ook geen negatieve impact heeft naar onze koersontwikkeling. Daarmee zijn we bezig, de minister van Financiën. Is met de governor bezig, met een goed plan. Zij kunnen u meer daarover zeggen. Het is een goed plan ter beheersing van de koers. En daarvoor kunnen ze meer informatie geven. Mijn mensen, terwijl we hier allemaal praten over de 3 crises, moet ook rekening houden dat er een andere dreiging zich aandient. En dat is de evaluatie van Suriname op het gebied van ons financieel systeem. Money laundering. En daarvoor is er een analyse afgelopen jaren verricht voor de regeerperiode 2016
2019. En kan je nu al zeggen dat rapport dat door een projectteam is opgesteld, nu al aangeeft, als dit rapport zo gaat naar die evaluatie, dan kunnen we geblacklist worden. En al die mooie dingen die we doen, die ik net heb aangegeven, die kan vergieten. Dan word je als land geïsoleerd. Alle investeerders gaan zich terugtrekken. Niemand gaat zaken meer met jou willen doen. Die corresponding banken die er zijn, die gaan die samenwerking beëindigen. Dan heb je geld, maar je normaal doet niks langer in. En dat willen we niet als regering. Als regering hebben we het rapport ontvangen. We bestuderen dat rapport. Er komen nieuwe eenheden, projectteams en structuren om te zorgen dat wij niet geblacklist gaan worden. Dat wij niet gegreylist gaan worden. Dat we alles gaan doen als land. Dat we een goede evaluatie tegemoet gaan in maart 2022. We gaan alles doen. En de eerste stappen zijn al gedaan. Komende week zitten we weer met het deskundig team van Suriname. En we gaan internationale bijstand inroepen om ons te helpen. Dat we zullen voldoen aan al die vereisten die noodzakelijk zijn, dat we compliant zijn. Tijdens de regeringspersconferentie van maandag 24 mei 2021 heeft vicepresident Ronnie Brunswijk ook het woord gevoerd. De VP ging onder meer in op de uitdagingen waarmee de regering te kampen heeft. Toch is de bewindsman overtuigd dat het de goede kant op gaat met Suriname. Hij somde enkele uitgevoerde projecten op en vroeg aan de samenleving wat geduld te betrachten, omdat de regering doende is vraagstukken op te lossen. Dames en heren, ondanks de schaarse middelen hebben wij met verenigde krachten in 10 maanden een aantal zaken kunnen realiseren voor de ontwikkeling van land en volk. Een van mijn taken als voorzitter van de Raad van Ministers is leiding geven aan uitvoering van het regeringsbeleid. We hebben in de afgelopen maanden 45 vergaderingen van de Raad van Ministers gehad die geresulteerd hebben in 1410 goedgekeurde missives. De regering stelt de mens centraal in het uitvoeren van haar beleid. Dat betekent dat invulling en uitvoering wordt gegeven aan de basisbehoeften van de mens. Zo geniet de drinkwatervoorziening prioriteit. Wij zijn thans bezig met de uitvoering van een aantal elektriciteits- en watervoorzieningsprojecten. In de afgelopen maanden zijn verschillende dorpen in het binnenland voorzien van elektriciteit en watervoorziening. Ik noem u hier enkelen van deze. Enkelen van deze gebieden. De huishoudens tussen Alfonsdorp, Mongotapu en Adjumakondre. Er zijn productiestations voor gezond drinkwater geïnstalleerd in de dorpen Wanghati en Pikinsanti. Er is een waterzuiveringsinstallatie geïnstalleerd te Boslanti. Adjumakondre, Dantapu, Ofiaolo, Murakondre, Pelkrimkondre, Krabuolo zijn eveneens voorzien van elektriciteit en watervoorziening. In het district Komewijnen worden nieuwe drinkwaterinstallatie en waterzuiveringsinstallatie aangelegd. En ook van Pettenpolder in Nikeri is voorzien van elektriciteit. Thans wordt de laatste hand gelegd aan het waterleidingsproject in de gebieden Pamboko, Kayapati, Guyaba en andere dorpen in het boven Suriname gebied. De regering heeft niet geschroomd de nodige aandacht te besteden aan de gevolgen van de hevige regenval van de laatste maanden, vooral
in het binnenland. Er is in samenwerking met NCCR de nodige hulpgoederen aan de slachtoffers van de overstromende gebieden gestuurd. In september 2020 is er wederom een commissieordening kleinschalig grootsector geïnstalleerd, die resulteert onder het kabinet van de vicepresident. Deze ordeningcommissie moet ervoor zorg dragen dat kleinschalige grootsector ook een bijdrage levert aan de staatsinkomsten. Ook moet zij zorg dragen voor de veiligheid in deze sector en modellen bedenken om de criminaliteit in te dammen en te voorkomen. In september van het vorige jaar zijn wij begonnen aan een grondige evaluatie van de mijnbouwrechten, evenzo van de Scaliaans. De infrastructurele werken in het Marwijnengebied worden aangepakt. Het startzijn van het asfalteringproject Rikanaumovo te Mungo is in april door de president gegeven. De regering zal blijven werken om de noden van het volk te verlichten. U als volk zal zeker ook initiatieven moeten nemen die moeten leiden tot de eigen ontwikkeling. Onderwijs is de belangrijkste sleutel om een land tot ontwikkeling te brengen. Sinds jaren is er sprake van onderwijsachterstand in het binnenland. De regering heeft reeds een begin gemaakt om de achterstanden te minimaliseren. Zo is gestart met de bouw van een middelbare schoolcomplex te Mungutapu en de bouw van een scholencomplex te Para. Daarnaast is het project e-education, free data voor studenten, geïntroduceerd, waar eerder al uitgebreid melding van is gemaakt. Met het oog hierop is 114 miljoen op de begroting van TCT opgebracht voor de kwaliteitsverbetering van de internetverbinding in de digitale ontsluiting van het binnenland. In het bijzonder voor de infrastructuur waardoor studenten optimaal kunnen deelnemen aan het digitale onderwijsproces. Dames en heren, wij zijn ons ervan bewust dat velen in de samenleving, hetzij in groepsverband, in verenigingsverband of zelf als individu, dagelijks geconfronteerd wordt met problemen die om oplossingen vragen. We vragen u om met ons in dialoog te blijven, zodat wij samen met u kunnen nagaan hoe wij bepaalde zaken kunnen aanpakken die voor beide partijen een win-win situatie opleveren. Zo zijn er in de afgelopen maanden tal van organisaties, groepen en individuen langsgelopen voor een gesprek of voor het indienen van petities. We proberen als regering iedereen te ontvangen, maar u begrijpt dat het niet altijd gaat zoals u dat zou willen. Ons streven is om Suriname weer leefbaar te maken. U heeft voor ons gekozen om die verandering te brengen. Wij zijn hier om het volk te dienen. Wij vragen u om ons wat tijd te kunnen. En nogmaals, als wij fouten hebben gemaakt, geef ons dan de ruimte om die te corrigeren. Ook wij willen liever vandaag dan morgen al de problemen hebben opgelost. Maar zo eenvoudig is het helaas niet. Wij moeten vooruitkijken en aanpakken en samen uit het diepe dal klimmen. Nogmaals, we actie Asranang familie, Asranang volk, naar alle spiki voor hoor patiëntie. Granlanti edu, alla moiti,
voor make you libi nanga presiri. Allings ma in de ghetto, des ma in den district, we aksi uno nanga lespeki voor hoor wap kim pasen si giwete. Uno dorpe om dorete, we staka sane moeilijk, maar zo kotek abra, we begi uno taki, a regering disi, Santoki Brunswijk, we make alle moeite dat die de nood voeren dat de zakomoren verlegt. Ja, we beg je om te patiëntie. U saptak wat door, gado de naa unu, en akonder disi, we tjaren kom baka na pe abede. De COVID-19-pandemie baart de regering nog steeds zorgen. Er wordt alles aan gedaan om het aantal besmettingen drastisch te verminderen en mensen te bewegen het COVID-19-vaccin te nemen. Tijdens de regeringspersconferentie van maandag 24 mei ging minister Ammar Ramadien van Volksgezondheid in op de actuele zaken. Op dit moment hebben wij twee lijnen van communicatie die wij toepassen. We moeten ons focussen op 1. De preventie van besmettingen om de COVID-situatie te beheersen. En 2. Is namelijk de vaccinatiebereidheid te vergroten. Wij hebben diverse tactieken en methoden toegepast. Influencers, social media's, COVID-journaal, radio, tv in verschillende talen. Wat ik u kan meegeven is dat ook met het oog op het uitrollen van de grootscheepse vaccinatiecampagne wij op korte termijn een wijkgerichte communicatiecampagne zullen hebben, waarbij we in overleg en samenspraak met de DC's, het bestuursdienst en diverse communicatiedeskundigen die overigens al ingezet zijn bij Volksgezondheid. U ziet ze niet op de voorgrond, maar ze zijn er. De mensen tot in de weken zullen motiveren om, de vaccinatiescampagne te ondersteunen, het vaccin te accepteren, maar ook in het kader van de besmettingen, de preventiemaatregelen beter moeten naleven en hoe ze dat heel goed moeten doen. Op de vraag van Star News, als wij ook kijken en al zekerheden kunnen bieden aan mensen die gevaccineerd zijn volledig. Op dit moment kan ik u meegeven dat wij nog vorige week slechts 0,4% van de samenleving volledig gevaccineerd hadden. En nu, nadat de situatie in geval wij denken dat de angst en vrees behoorlijk inzit bij de samenleving, is vandaag 1,6% reeds gevaccineerd. Dus u ziet een viermaal een toename, zeker in de bereidwilligheid. Maar ik denk dat er inderdaad een beetje nog vroeg is om te kijken en beloftes te maken over welke zaken wel of niet kunnen. De CDC heeft inderdaad adviezen gegeven, maar u moet niet vergeten dat in Amerika reeds 40% van de mensen volledig gevaccineerd zijn. Dus wij hebben onze deskundigen ook gevraagd. De grootste obstructie is namelijk nog een laag dekkingspercentage voor onze samenleving. En u kent de issue daarbij, dat is de beschikbaarheid van vaccins. Op de vraag als, en dus op 31 december kan ik u dus nog een beetje vroeg om daarover een uitspraak te doen. Ik zou nu wel in ieder geval focussen op het vergroten van de bereidwilligheid van het accepteren van het vaccin. Op de vraag van mevrouw Neus, we hebben vooralsnog geen plicht in Suriname. Dat kan ook niet, het is tegen de universele rechten van de mens, maar het is wel een advies die we geven. Dus als overheid geven wij het advies. Ook wil ik werkgevers oproepen om niemand te verplichten. En ik heb het eerder ook gesteld dat te rapporteren aan het ministerie van Arbeid, omdat wij ook geen problemen willen hebben met de mensenrechtenorganisaties. Dus bij deze is nog steeds het advies. Het is wel een maatregel ter bescherming van de gezondheid van de samenleving. Dus daarom is het onze verantwoordelijkheid als overheid om zoveel mogelijk het bewustzijn te vergroten om het vaccin te accepteren. Ja, mevrouw Annelies, als we al zoveel krijgen, waarom nog zoveel interesse? Niets is zeker. Vooral in deze periode niet. Geen enkel land weet exact en kan goede planning maken als er geen zekerheden zijn. Wij hebben als doel om zoveel mogelijk aan vaccinvoorraden te komen. En daarvoor is het traject uitgezet, zeker in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik wil ook in het kader van de onderhandelingen die er bestaan vandaag niet zoveel uitweiden over deze materie. Maar zoals de president het zegt, er komt genoeg steun. En dat hebben wij zeker binnen korte tijd, hebben we wat meer nieuws voor u. Op de vraag van Sun,
de sportorganisaties. Ja, ik begrijp het. Het besmettingspercentage is namelijk heel hoog. Het vaccinatiepercentage is nog erg laag. De indoor teamsporten die vormen een enorm groot risico voor besmettingen. Maar we hebben wel een goed voorbeeld en dat is de SVB. De SVB heeft middels de protocollen die wij als overheid hebben samengesteld, zich in de voorbereiding naar de Gold Cup en de WK-kwalificatiewedstrijden conform de protocollen gehouden en zich ook zodanig opgesteld en we hebben geen besmettingen gezien. Dus er zijn wel goede voorbeelden, good examples. En we willen dat dit protocol uiteraard ook aanbieden aan verschillende bonden. U snapt wel dat er wel heel veel investeringen mee gepaard gaan en andere testmogelijkheden, et cetera. Dus vooralsnog zou ik adviseren dat wij wel rekening houden met de epidemiologische situatie in Suriname. En dat dus even het sporten ook moeilijk maakt. Maar uiteraard mag u altijd fit blijven door gewoon zelf wel te bewegen. Dat zullen we zeker stimuleren. En dat ziet u ook terug in onze maatregelen. Dat individuele sporten in de buitenlucht zoveel mogelijk moeten worden gestimuleerd. De kwestie rondom de wisselkoers houdt de samenleving al geruime tijd bezig. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning benadrukt dat de regering met man en macht werkt om de economie te herstellen. De koers is een resultante daarvan. De bewindsman wees onder meer erop dat onder het vorige kabinet er veel geld is gepompt in de economie, met als gevolg dat deze dringend hersteld moet worden. De bewindsman laat zijn licht op dit stuk schijnen. Laat me eerst aangeven wat we moeten oplossen. En ik zeg er direct bij dat het streven niet is om die koers aan te pakken. Het streven is om de economie te herstellen. En de koers is een resultante daarvan. Dus de koers wordt mede bepaald door wat zich in de economie afspeelt. En dan ga ik u even terugvoeren. Ik kan het niet anders, omdat ik het anders niet goed kan uitleggen waar we mee bezig zijn. Ik ga u even terugvoeren. Ik heb de cijfers hier. Er is in de jaren 2019 en 2020 bijna 12 miljard extra geld in de maatschappij gepompt. En die 12 miljard is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven. Extra geld in de maatschappij, monetair gefinancierd of middels leningen, zorgt voor scheefgroei als daar geen productie tegenover staat. Als het gaat om investeringen, dan staat er productie tegenover. Maar in dit geval gaat het om consumptieve geld wat in de maatschappij gepompt is. Ik heb het over 2019 en 2020. Ik wil even teruggaan. 2015 tot 2020... schrikt u niet, is 19 miljard extra geld in die economie gepompt. En dat heeft gemaakt, dat heeft gemaakt dat die economie, dit onder andere, compleet scheef gegroeid is. Dat heeft gemaakt dat die koers is gaan lopen. Want nogmaals, de koers is een resultante van de grootheden in de economie. En u weet dat men gepoogd heeft die koers van 752, die al lang niet meer 752 was, zo lang mogelijk vast te houden, simpel om populaire redenen. Simpel om populaire redenen. En de instrumenten die men daarvoor ingezet heeft, is die monetaire financiering, is nog meer geld gaan lenen om pakketten te kunnen kopen, om ogenschijnlijk, want u kent de interventies via, en ik ga het noemen via Cambio Chotegal, om die koers van 57 te proberen in de optiek van de mensen vast te houden, maar die koers was al lang niet meer daar. Ja, dus wat men gedaan heeft, is bewust, of misschien onbewust,
de economie kapot gemaakt door veel geld in die economie te pompen. En als je veel geld in de economie pompt, dan ontstaat er vraag naar goederen en diensten, maar dan ontstaat er ook vraag naar vreemde valuta. Wat wij bezig zijn te doen, is om de maatschappelijke geldhoeveelheid weer naar normale proporties terug te brengen. Om het weer te brengen naar het niveau, zodat er evenwicht ontstaat in de economie. En zodat daardoor, als resultante daarvan, de koers stabiliseert. Ja, dus, en hopelijk gaat die ook een beetje naar beneden. Maar het gaat erom dat je stabiliteit creëert in de economie. En daardoor die economie kan gaan groeien en mensen kunnen investeren. Ik geef u dit mee, ik heb die cijfers genoemd, omdat 18 miljard pompen in zo'n kleine economie, alleen om populistisch te doen, en dat zal me ook weer kwalijk genomen worden, maar dit zijn de feitelijkheden, alleen om populistisch te doen, alleen om een verkiezing te kunnen winnen, ja, dan krijg je dit soort situaties. Dus wat wij bezig zijn te doen met in vereende krachten met de centrale bank, is om de economie, de zaken, niet zozeer de koers, want nogmaals, de koers als we de economie, de economische grootheden op orde hebben, onder andere de maatschappelijke geldhoeveelheid, dat te veel geld wat in de maatschappij is, als we dat kunnen aanpakken, dan zal er stabiliteit optreden, ook op het koersenfront, ook op inflatie, ook op andere economische grootheden. En ik kan u meegeven, de president heeft het genoemd, wij hebben, omdat we weten dat we moeten, dit soort dingen moeten doen, hebben we geweigerd om monetair te financieren. Anders waren we weer met hetzelfde met dezelfde zaken bezig, waarvan we zelf zeggen dat het niet gezond is, dat je dat niet moet doen. En we hebben 0 cent na september geleend om overheidsuitgaven te kunnen betalen. Dus we doen het vanaf september, wel met populair zeggen, houden we onze eigen broek op. We zijn nog niet in staat om schulden goed af te lossen. Maar de president heeft ook aangegeven dat we in gesprek zijn daarover. En dat we ook dat binnen afzienbare tijd op orde gaan stellen. Tot zover deze aflevering van Focus. Neem de COVID-19 maatregelen in acht en wees lief voor elkaar. Goedenavond.